Als trainer of coach ben je altijd bezig om je spelers iets te leren. Om ze nog beter te maken. Terwijl je dat doet, is het belangrijk dat iedereen plezier heeft en zich veilig voelt. En jij speelt hier een belangrijke rol in. Het begint met het maken van afspraken met de spelers en ouders. Jij doet bijvoorbeeld de coaching. En ouders zijn meer dan welkom als supporter. Maar hou het positief. Let altijd goed op signalen. Dat helpt je om bijvoorbeeld pesten te voorkomen. Hou in gedachten dat je voor veel spelers een voorbeeld bent. Dus laat zien hoe het hoort. Als je een wedstrijd verliest, schud elkaar netjes de hand. En maak je atleten bewust van de risico's van doping en matchfixing. Natuurlijk, spelers moeten je kunnen vertrouwen en zich veilig bij je voelen. Respecteer daarom hun privacy en doe dit niet. Maar wees je er ook van bewust dat dingen verkeerd kunnen worden begrepen. Hoe goed je het ook bedoelt. Als je dit doet, heeft iedereen plezier en worden je spelers alleen maar beter. Jouw sport. Eerlijk, integer en gezond.